Kees van Ongen. Keesie. Dood gewoon Keesie. Als je opgevoed wordt en je leeft en je wordt groot met zo'n man, dan... Voor mij was het niet een schilder, het was Keesie. En wat is Keesie? Je vader. Wat denk je van zijn schilderswerk? Keesie is geen schilder, het is Keesie. Als kind gebeurt het zo. En als de man bekend wordt, dan vind je dat heel gewoon. Je hebt er absoluut geen... Hoe kan ik dat zeggen? Het is zo gewoon, je leeft, je wordt ermee grootgebracht. Dus je vindt het helemaal niet extraordinair. Tot aan 1917 ontleent Kees van Dongen veel van zijn onderwerpen aan het Parijse uitgaansleven. Maar zijn vrouw Guus blijft voor hem een constante inspiratiebron. Maar Dolly is een topmodel. Vanaf haar geboorte in 1905 tot aan het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog portretteert Kees zijn dochter in een reeks kleurrijke en vertederende schilderijen. Ik verkleedde me altijd. De minuut dat ik thuis was, alleen, had de kast open en verkleedde mij. Vandaar dat op de meeste schilderijen die hij van mij gemaakt heeft, heb ik altijd een hoed van mijn moeder op. Of de schoenen van mijn moeder aan. Ik heb altijd iets aan dat niet van mij is. Toen ik voor dit portret poseerde, dat heeft geloof ik 5 minuten geduurd. Want na 5 minuten had ik er genoeg van. Toen zei ik tegen Kees, fais le fond. Alsof ik een grote schilder was. Ik wist precies hoe dat heette. Dan moest dit verder, niet ik. Maar dat is heel gauw gemaakt, het schilderij. Ik geloof in een uur en het was klaar. Altijd met mijn handen op de rug. Mijn vader zei, wil je poseren? Ik zeg, ja, hoeveel betaal je me ervoor? Hij zegt, zoals een model krijgt, 5 francs. Ik zeg, nee, dat is de prijs van voor de oorlog. De prijs tegenwoordig is niet 5 francs, minstens 25. Goed, maar je mag mijn gezicht niet schilderen, want ik wil niet hebben dat ik herkend word. Toen heeft hij me gezegd, je bent toch veel te lelijk dat ik je gezicht zal. Zo is het gebeurd. Maar de meneer was een pure fantasie, die was er helemaal niet bij. Jammer misschien, blijkt wel een aardige vent dit. Is niet gek gebouwd. Huh? Zijn schilderijen leveren hem menig succes de skandaal op. Zoals tijdens de Salon d'Automne van 1913. Het schilderij De Spaanse Sjaal wordt door de politie verwijderd. Guus heeft ervoor geposeerd. Toen ik tegen Kees, wat is dat gekke mannetje daarnaast? Toen zei hij, dat ben ik. Lijkt niet op je, zeg ik, ijskoud. Allicht, als kind. Toen zegt hij, ik bedel de liefde van je moeder. Is dat niet mooi? Of het waar is, weet ik niet, maar het was mooi gezegd. In 1916 ontmoet Kees van Dongen Jasmine Jacob, de zakelijk directrice van het beroemde modehuis Jenny. Jasmine brengt Kees in contact met haar welgestelde cliëntele. Kees en Jasmine beginnen een relatie en verhuizen in 1917 naar de Villa Said bij het Bois de Boulogne. Dankzij Jasmine wordt Kees van Dongen een peintre mondain, de portretist van de Parijse beau monde. In 1927 eindigt de relatie tussen Kees van Dongen en Jasmine Jacob. Dolly, die met haar moeder samenwoont, neemt de taak van Jasmine over. Ze treedt voor haar vader op als organisator van feesten en recepties en als gastvrouw. Snob was, is hij nooit geweest. Maar ja, wat wil je hebben? Als de mensen naar hem toe komen en hem meester noemen, dan vond hij het gekste van de wereld. En dan zeggen, je moet absoluut mijn portret schilderen. Of waren de mannen die kwamen, mijn vrouw wil absoluut je portret hebben. Nou, dan zei hij, ja, zoveel. En dan deed hij het. Maar hij vond die mensen belachelijk met die manier van praten. Hij was helemaal geen bohemian. Alles behalve een bohemian. En in die tijd, na de Eerste Wereldoorlog, in de jaren 20, dan had je al die Russische zogenaamde prinsessen en prinsen, die hadden... Wat je noemt, tegenwoordig, nachtlokaal. Maar het waren
Het was zeer chic en zeer deftig en leuk en aardig. Maar het was zo netjes dat au fond, als je niet echt goed danste en niet wilde dansen, dan verveelde je dat. Het was geen toneel of zo. Het was voor de muziek. En Kees was dol op de Charleston en de ritme van de jazz. In 1938 ontmoette Kees van Dongen Marie Claire. 2 jaar later werd hun zoon geboren, Jean-Marie. Kees trouwt met Marie Claire in 1953. Na een aantal jaren verlaat hij Parijs en voegt zich definitief bij zijn vrouw en zoon in hun villa, Le Bateau Lavoir in Monte Carlo. Toen Kees me voorstelde, toen zei dus mijn nieuwe secretaresse. Want wist dat was een afspraak tussen ons, ik wist wat dat betekende. En ik zei tegen mij, ze praat niet, ze opent haar mond niet, ik heb haar verboden te praten, ze is te stom. Zo stom was ze niet, ze was heel pinter. Maar ja, ik ken haar amper. Ik heb haar bijna nooit gezien. Ik bemoei me met het werk van mijn vader tot haar renje, als ik zeg een renje, dat is, wat is dat? Tot zij de koningin wordt dan. En vanaf 1953 bemoei ik me absoluut niet met het werk van Kees. Ten eerste ken ik het niet. Herken ik het niet. Het is een hele andere manier van schilderen. Het is een manier van schilderen. Je voelt dat de man er niet meer in gelooft. Jammer. Als iemand zo brillant is geweest en dat het eind van het leven zo langzaam verdwijnt. Het is beter direct te verdwijnen.